Mensen die zo dol zijn op migranten, dat is een groot voordeel. Van de, het enige voordeel misschien van de migranten uit Oekraïne, ze zijn wit. Ze zijn hartstikke wit, vaak witter dan wij. En wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat, dat moeten we ze toch fijn vinden hier. Ja, ja, ja. ja we, zijn, we zijn tegen mensen die met een kleurtje, toch? Het volsum, kunt u mij horen? We hebben nog wat, wat berichten gekregen naar aanleiding van de live podcast. Um, even kijken, dit is een man, hoe heet hij ook alweer? Volgens mij is het Robert is zijn naam. En hij was er ook bij samen met zijn dochter en hij had een paar kritische puntjes. Hij vond het namelijk vreselijk warm in de zaal. Waarom werd er niet aan klimaatbeheersing gedaan en de, de ventilatie ontbrak. Hij vond de akoestiek vond hij slecht. Uh, dat dat van een concertzaal zegt hij. En de belichting was waardeloos. Het is inderdaad wel een hele catalogus. Ja, hè? en hij was ook, hij zegt ik ben een kwetsbaar persoon. Het was wel schrikken toen ik zag dat er zoveel mensen in de zaal zaten. Ik had een wat grotere zaal graag gezien. Ja, ik moet zeggen dat de sprekers daar niet over gingen. Dus ja, wat hij graag wil is ook een hele grote zaal waar weinig mensen in zitten. Ja. Dat zou wel schelen voor hem. Dat is niet te doen gebruikelijk in het theater. Dat je zegt van jongens, wij hebben wel een grote zaal, maar daar mogen niet al te veel mensen in. Sterker nog, we zijn er net vanaf. We zijn net af van de corona-beperkingen natuurlijk. Ja, ik vond de akoestiek ook niet overweldigend goed, moet ik je zeggen. Vooral niet die vragen die uit de zaal werden gesteld. Die kon ik slecht verstaan terwijl ik op het toneel zat. Nee. Ik, ik wil best beterschap beloven, maar nogmaals, beste klager. Wij gaan er niet over. Nee. Ik, een, ik weet niet of u ook een... Misschien had u een kopietje narratief alleen moeten schrijven. Ik zal wel even kijken. 5 april, dan is het natuurlijk weer een... Ja, der... precies. Dan kunnen we het zien. Kom. Dan kunnen we het even verbeteren. En um, er was ook nog iemand die vroeg zich af... Ja die, oh ja, die vond het ontzettend leuk en eh, die, op een gegeven moment vroeg jij, zijn er mensen met een migratieachtergrond? En toen leek het alsof er niemand zijn uh, hand op stak, maar er was wel één iemand met een migratieachtergrond. Oh, één dus ja, ja. Op de 625 of wat was het? Ja, ja 525. Ja, het was wel, wel, wel een beetje, een, wat dat betreft, wel een beetje een uh, select publiek. Ja, wit publiek was het. Het was ja, niet dat, representatief voor onze. Ja, wezen. het was in principe wit publiek. Ik maak er nog even op aan, dat voor vragen ook bij. Want de al mensen die zo dol zijn op migranten. Dat is een groot voordeel van de. Het enige voordeel, misschien, van de migranten uit Oekraïne. Ze zijn wit. Ze zijn hartstikke wit. Vaak witter dan wij. En wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat, dat moeten we ze toch fijn vinden, hier? Ja, ja, ja. ja we, zijn, we zijn tegen mensen die met een kleurtje, toch? Nou, niet iedereen. Bepaalde nou, partijen. Niet maar. iedereen, maar, maar invloedrijke politieke figuren moeten daar niets van hebben. Nee. En dan kunnen we in dit geval zeggen, de vlag uit, ze zijn wit. Maar het viel mij wel ook op, veel jonge mensen in die zaal. Bij, dat, uh, bij die podcast, ja. Dat, die, wel allemaal man, veel mannen, maar het waren wel relatief jonge. Ja, publieken. dat heb ik al hier eerder uitgelegd. Ik trek mannen gek genoeg. Dat zeggen ze ook altijd bij bibliotheken van... Uh, normaal gesproken als er een literaire avondje is, komt 70% vrouwen, 30% mannen. En nu als ik kom is het precies omgekeerd. Ja. Dan nog eventjes wat, wat vragen van de luisteraars ook over Volt. Die uh, Gundogan die is er definitief uitgezet hè, uit de fractie. Nou ja, ik vind dat enorm stom, want ze heeft ook verklaard dat ze in de kamer bleef zitten. Ja. Ze hebben er weer een fractie bij. Ik vind dat niet geen gelukkige ontwikkeling. Nee, maar dat ze zijn van, ja, ze wilden niet meewerken aan de onderzoeken. Um, en, um, ja, het zou wel fijn zijn dat we eindelijk ook eens te horen kregen wat er eigenlijk gaande is. Nou, dat hebben ze gezegd nu. Uh, Grensoverschrijdend gedrag wisten we al, maar het zou gaan om handtasselijkheden, ongewenste seksuele avances, tot intimidatie en misbruik van haar positie. Dat is wat ja, ze gezegd wordt. dat klinkt van. nogal indrukwekkend. <laughs> ja. ja, ze hebben 16 meldingen binnengekregen. Ja, Dat is ook indrukwekkend moet ik zeggen. Ja, dan moet je al afdalen naar het niveau wat deze dan eigenlijk precies En daar heb ik ook weer geen puff nee, in. Nee. Uh, jammer. Ik vind het hartstikke jammer. Ja. Het was natuurlijk een veelbelovend gezelschap, dat voelt. En dit zal ongetwijfeld enorme schade doen aan hun, uh, aan hun succes. Nou, gaat er enige tijd overheen voordat we weer verkiezingen hebben. Natuurlijk, dat kan even duren. Ja, dat is een nou, gemeenteraadsverkiezingen, daar gaan ze ook naartoe. Ja, naar maar mee ik door. geloof dat ze bij de gemeenteraad ook al in lang niet alle plaatsen nee, participeerden in die verkiezingen. Maar goed, dan kun je zeggen dat is wel verstandig, want dan zorg je dat je goede mensen hebt uh, op de goede plek. Ja, ik denk ook dat misschien dat niet de plek is waar Vond nu gaat excelleren Natuurlijk in de gemeenteraad van Oedenrode. Weet ik niet of je daar met een krachtig Europa-standpunt veel indruk maakt. Ga je eigenlijk op jezelf stemmen? Dat zou ik kunnen doen, ja, daar kan ik iets verklappen dat, Ooit was ik lijstduur bij landelijke verkiezingen, waar ik achteraf dus ontzettende spijt van heb, namelijk bij de verkiezingen van 2012 was dat, hè? ja, 2012. En toen was ik, was ik de laatste op de lijst van de Partij van de Arbeid. En toen dacht ik van dit is waarschijnlijk de enige keer dat ik bij parlementsverkiezingen op mezelf kan stemmen. En als er nou één bijzonder goede kandidaat is, dan ben ik het wel. Dus toen heb ik, kan het nu wel vertellen, op mezelf gestemd. ja. Dat kun je nu weer doen. Nee, dat ga ik niet doen. Maar maar je, nou, waarom zou ik? staan op nummer 1. Geen gedonde, ja, ik stem op nummer 1. Maar je stemt wel dus op de PvdA, want je zou ook op D66 weer kunnen stemmen. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, zeker. Wat ik, ik heb ook ontdekt, sinds ik mij als lijstduwer had gemeld, heb ik ontdekt dat de raadsfractie van de PVDA, en de Utrechtse gemeenteraad, eh, tegen het Malibaan-project gestemd heeft. En dat, ja, dat vond ik bijzonder jammer. Misschien niet een doorslaggevende factor, maar ik vond het wel erg jammer dat ik dat hoorde. Ja. In deze aflevering geen aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Als je daar meer over wil weten, luister dan de afgelopen twee afleveringen die we gemaakt hebben. En als je meer achtergronden wil bij alles wat er gebeurt, dan verwijs ik je graag door naar de luisterboeken. We hebben een luisterboek gemaakt over de Sovjet-Unie en de geschiedenis daarvan. Over Lenin en Stalin, over de Koude Oorlog. Het nieuwste luisterboek dat voor je klaar staat gaat over kernwapens. Via het linkje in de beschrijving kun je dat allemaal luisteren. En in deze aflevering gaan wij praten over de geschiedenis van een heel ander onderwerp. Namelijk de gloeilamp. De gloeilamp, ja. Want dat is nou werkelijk een uniek voorwerp. Want de gloeilamp is eigenlijk een, een centraal onderdeel van de immense technologische revolutie van de 19e eeuw, natuurlijk. En die heeft het zover gebracht dat die nu verboden is. Je mag in de Europese Unie geen gloeilampen meer verkopen. Dat al sinds. Ik geloof dat Engeland begonnen is in 2006. En met de Unie zal misschien kort daarna. Maar in ieder geval, gloeilampen zijn strafbaar geworden. Ik begreep wel dat als je de weg kende. dat je nog steeds wel een gloeilampje kon krijgen. Sterker nog, ja, nee, je kan dat natuurlijk niet uit de school klappen. over winkels hier in de buurt. waar je. Als je dat wilde, nog wel een gloeilampje kon krijgen. Omdat veel mensen zeiden natuurlijk, het is ook gezellig licht. Beetje gelig hè? Ja, het is precies. Het, het doet een beetje denken aan het spectrum van de zon. Waardoor, waardoor het wel een fijn, een soort van, misschien ook een beetje kaarsachtig. Het, 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 het schept intimiteit. Hè? Terwijl ledlicht moet aangepast worden. En ledlicht was natuurlijk erg, erg blikkerig. Maar dat is tegenwoordig veel. Subtieler, tegenwoordig kun je ook licht met een knopje draaien, aanpassen aan de behoefte aan gezelligheid. Dus mensen vonden het wel fijn om nog gloeilampen te hebben. Punt 1. En punt 2 zei ik dat ik herinner me nog dat dit verbod werd bekendgemaakt. Dat toen iemand in een ingezonden brief in de NRC had: Ja, het was toch jammer dat die gloeilampen er nu uit moesten, omdat het zulke prettige bijverwarming was in de winter. Daar zat wel wat in. Ik heb mijn handen wel eens gewarmd aan mijn beide bureaulampen. Hè, dat je denkt van ja, koude handen. De wind fluit door de kieren van je, van je zolderkamertje. En kun je je handen lekker warm. Ja, maar eerst die gloeilamp. Want ik, ik moet nog uitleggen waarom het een zo'n cardinale uitvinding was de gloeilamp. Je begrijpt ook wel dat er al heel vroeg in de 19e eeuw. Wordt er aan gewerkt? Die idee zou het toch wel ontzettend fijn zijn als we van die klote kaarsen af zouden kunnen komen. En we zouden een permanente lichtbron kunnen ontwikkelen, die we aan kunnen schakelen. als de zon het gedurende enige tijd af laat weten, wat hij eigenlijk voortdurend doet. Elke dag bijna. Sterker nog, elke dag. Niet bijna, maar elke dag. Ja, dus zeg maar vanaf het begin van de 19e eeuw heb je experimenten. Eh, eigenlijk een van de allereerste is de koolspitslamp. Uh, die door een Engelsman wordt, wordt uitgevonden. Dan heb je twee koolspitsen twee, uh, twee en daartussen wordt spanning gegenereerd en dan krijg je een enorm heldere wit uh, lichtbron. Ook, ook in, bij, bij straatverlichtingen, een aantal tientallen jaren later, en dat is ook met, aanvankelijk met koolspitslampen gedaan. Maar iedereen begrijpt wel dat dat toch heel lastig is. En je moest dat voortdurend bijstellen. Omdat die, die kool die sleet door, die, door die, het gebruik van die, van die hoge elektrische spanningen. Dus het idee was, we moeten een ander type van lampje uitzien te vinden. En men was ook al wel tot de overtuiging gekomen. dat, dat zou moeten gedaan worden met een gloeidegraad. Want, want men had al wel stroom gezet. Ik geloof op een. Op een wat was het? Hoe uh, weet je dat nou? Uh, en edelmetaal, en als je daar een flinke stroom op zet, dan gaat het licht. Allerlei dingen waar je een flinke stroom op zet, die geven licht. nadeel is, je kunt er een flinke stroom op zetten en dan geven ze licht. Dat zal heel snel verbranden en nou, dat, dat het dan ophoudt, is dus dat het gloeidraadje een heel beperkte levensduur heeft. Eigenlijk zie je in de hele 19e eeuw het zoeken naar een geschikt gloeidraadje. En degene die de gloeidraadjescompetitie wint, is Thomas Alva Edison. De beroemdste uitvinder van de 19e eeuw. en bezitter van, ik meen, 1100 patenten of zoiets dergelijks. Edison die wint ook een of andere competitie. Letterlijk een competitie. Ik geloof in 1879. En zijn gloeidraadje is een verkoolde bamboevezel. En als je daar stroom erin jaagt, dan geeft het een vrij aangenaam licht. En dat ding blijft relatief lang branden. Maar ook niet weer verschrikkelijk lang. Hij had dus dit probleem was in ieder geval tijdelijk opgelost. Want het bleek tijdelijk te zijn. Want in de gloeilampen, die nu verboden zijn, zit natuurlijk geen verkoolde bamboevezeltje. Daar zit wolfram in. Toengsten in het Engels. En dat is een metaal wat, wat, wat het vrij lang volhoudt. Hè? Ik geloof de brandduur van een gloeilamp is duizend uur of zo. En dan heb je natuurlijk nog allerlei mensen die zeggen. Ja, het is expres zo kort gehouden. Omdat eh, anders, ja, anders zit je met een probleem. Dat je ze allemaal onder duizend uur zouden branden. Dat, dat je er geen geld aan kunt verdienen. Dus we doen duizend uur. De, daar schijnen wel een soort van bewijzen voor te zijn. Dat de producenten van gloeilampen in de 20e eeuw gedacht hebben, nou, we moeten het niet overdrijven, die brandduur. We komen er zo over te spreken, over de brandduur. En dus met wolfram, Toensten, is, uh, is dat goed te doen. En dan boogt hij in een vacuüm. ik weet niet, je hebt wel eens een peertje laten vallen, dan ja. geeft het zo'n plof. Precies, ook als je hem dan aanzet en hij is eigenlijk opgebrand, dan gaat hij nog heel even aan en dan tik. Gaat dan... Ja, maar als het peertje kapot gaat, hoor je zo'n plofje. Dat ja. is omdat het een soort. is gewoon ook een beperkt vacuüm in ieder geval. En ja, nou ja, we hebben ons hele leven met die dingen gedaan. Ik was er altijd heel tevreden mee. Ja, je brandde je poten eraan. Oh. Als ze kapot gingen en je wou ze iets te snel eruit schroeven. Dat is allemaal wel waar. Eh, Heb je ze nog? Dat lampje wat ik daar zie, dat is, dat zal er geen, dat is geen groeilamp hè, bij de deur. Nee, dat is allemaal ja, 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 ja. Zeker hier, zeker dit type van lampjes, dat is allemaal LED. We zullen komen straks over de LED-lampjes te spreken. Een totaal ander principe, dat is in feite een diode waar het stroom doorheen loopt. Die geeft ook licht. En aanvankelijk kon je er alleen rood licht mee maken en zo. En zat het in een van die schermpjes. Maar daarna is dat heel snel in ontwikkeling gebracht. Daarover later meer. Wat Edison prima begreep is dat het hartstikke fijn is dat je een gloeilamp hebt. Maar wat heb je daarvoor? nodig? Stroom. Dat is de, ja, als je er wel in van, een lekker lampje, maar ik heb geen stroom, dan heb, je niet, dan heb je er niet veel aan. Dus hij heeft eigenlijk direct een apparaat opgezet wat stroom zou distribueren. Een elektriciteitsnet. En daarmee daar stoot gegeven tot wat ik, wat ik altijd maar noemde de, de stopcontactsamenleving. He, dat die hele huis zit vol met stopcontacten. Als je nou de stofzuiger hebt of je die stomme computer of weet ik wat het precies is, klak, je doet een stekkertje erin en daar hebben we elektriciteit. Je Ste bent ook pisnijdig als je geen elektriciteit hebt. He. Nee. Juist als, tegenwoordig valt het nog wel eens uit, om veel, drie, vier jaar valt de elektriciteit uit en dan merk je pas, je kunt de kaarsen niet vinden, hè. Uh, de, de vaccinerichtjes zijn verdwenen, uh, je bent volledig onthaald, die computer doet het niet. Het enige wat nog werkt is de ouderwetse telefoon, want die is afhankelijk van een ander net. Uh, dus doe hem niet weg mensen. Uh, ja, de mobiele telefoon, de kans dat je die palen zijn waarschijnlijk ook... Uh, Onafhankelijk ja. van het elektrische. Er zijn wel natuurlijk aggregaten uh, uh, die onderzocht staan. Ja, dat staat. moet je hopen. Natuurlijk, ziekenhuizen die moeten ook, hè, zodra de stroom uitvalt, moet dat aggregaat opstarten. Je weet dat het vaak niet zo is. Hè. Dat het aggregaat niet opstarten. Dan ruikt je zo'n diesel lucht en je hoort natuurlijk dat ze aanstaan. Ja. ja, maar soms doen ze het niet. En dan ben je goed te klos natuurlijk, omdat als je op een elektrisch aangedreven ventilator staat, dan is dat niet zo fijn natuurlijk. Maar goed, dus Edison begreep, ik moet een apparaat opbouwen, een elektriciteitsopwekkend apparaat, een bovendien een netwerk. En dat heeft hij gedaan. En nee, je begrijpt, dat begint in de grote steden, maar wordt daar geleidelijk aan uitgebreid. En ja, voordat het Amerikaanse platteland op het netwerk werd aangesloten, dan zitten we echt een klein honderd jaar verder, bij wijze van spreken. Maar... En daar heeft hij ook ontzettend veel aan verdiend. Je weet dat de grote New Yorkse elektriciteitsmaatschappij daar zit Mas Edison in de naam. He, dus hij, hij heeft daar uh, heel goed op gepreludeerd. Daar kwam het in aanvankelijk werd dat aangedreven met snowmachines, en later waarschijnlijk met diesels. en Ik weet niet wat het nu is, misschien wel straalturbines, maar je moet het wel op een of andere manier doen. He. Meestal zijn het stoomturbines ook tegenwoordig nog. Ik heb begrepen dat toch een, de meerderheid van onze stroom, die wij hier gebruiken, opgewekt wordt met, met stoomturbines. Dus je moet hitte genereren, water in stoom veranderen en dat zet je op de turbine. Prachtig ding, stoomturbine. Nee, mensen moeten even, mag ik nogmaals opwekken? Kijk even in de Wikipedia naar de stoomturbine. Een magnifieke, in feite de. De totale uiteindelijke perfectionering van de stoommachine, die, die eigenlijk zelf vrij primitief werkt, maar de stoomturbines, die is uitgevonden door meneer Parsons in de late 19e eeuw. En dat is een geweldig verhaal, echt een geweldig verhaal, dat Parsons die stoomturbines had geïnstalleerd in een klein bootje, een soort motorbootje, ja, letterlijk was het dat. Met een, met een heleboel schroeven draaien. En toen had het de, de Engelse marine had een marinedag. Je weet dat hebben marines altijd. En toen koerste hij met dat bootje. Dat was op dat moment het snelste bootje ter wereld. Om natuurlijk de Engelse admiraliteit te overtuigen van het feit. Van de totale superioriteit van de stoomturbine. Boven de normale ouderwetse stoommachine. En zo is het ook gegaan. de Dreadnought, de fameuze... Engelse oorlogsschip van de vroege 20 e eeuw. werd aangedreven met stoomturbines. Je weet, de meeste moderne oorlogsschepen. worden aangedreven door gasturbines. Gewoon waarmee vliegtuigen ook worden aangedreven. Daar kun je ook lekker vaart mee maken. Het zijn vaak hele, hele snelle schepen. Wat ook weer voordelen heeft en nadelen ongetwijfeld. Ja, zodoende. Dus wordt de elektriciteitsopwekking. die, die wolfraam komt zo begin 20ste eeuw. En ja, vanaf dat moment. Is de wereld vol van gloeilampen? Hè. Iedereen kent tegenwoordig die foto's waarbij je de planeet Aarde bekijkt van, van, van een afstand van een miljoen kilometer of zo. En dan kun je zien waar de planeet verlicht wordt en waar niet. Ik vind het altijd aangrijpend om te zien hoe, je, hoe die landen in elkaar. Neemt de Verenigde Staten, die. West-Europa, dat is één lichtzee. Dat is echt. Londen, en dan heb je natuurlijk de, de lage landen en dan heb je het oergebied. Dat is één grote lichtzee. Maar Amerika bijvoorbeeld is ten, west, ten oosten van de Mississippi een lichtzee. Dan krijg je toch gedeeltelijke totale duisternis. En dan zie je pas weer in Californië, is het weer een lichtzee. Maar dan kun je heel goed zien hoezeer de bekende flyover-country, de Great American Heartland, in feite totaal onderbevolkt is, om het maar even zo te zeggen. Afrika in hem dito, hè, je aan de Noordkust wat. ze hebben altijd kustgebieden, en, ja. Eh, en China ook in het oosten? The Great Black of Heart, Heart of Africa, Afrika is dus niet is niet verliezen. En natuurlijk grote stukken van Tibet en eh, de gobi woestijn en, ja, gaan zo maar door. Dat, dat ligt daar Hoe is het in toe. Rusland eigenlijk? Moskou? Ja, Moskou, Petersburg, zo'n beetje. Dan natuurlijk ook in het zuiden, denk ik, in of... Eh, Odessa, die, die, die plaatsen daar. Sebastopol, neem ik aan. Je hebt natuurlijk ook nog wel een paar wat, nog wat, wat steden in het, in het Oeralgebied. Maar ja, voor, ja, die dennenboompjes die. Uh, worden alleen met de kerstmis verlicht, natuurlijk. Uh, nee, het is, het, het, je kunt eigenlijk aan de verlichting van de planeet. kun je fijnloos zien waar geld verdiend wordt. en. Waar de mens nog onder, onder betrekkelijk primitieve omstandigheden leeft. Dat is allemaal aan het licht, is dat te zien. Dus nou ja, sinds die tijd hebben we allemaal gloeilampen eh, gebruikt. Maar de gloeilampen, heb ik het al al aangegeven, heeft natuurlijk één gigantisch nadeel. Namelijk dat die van de toegevoerde energie. Daar gebruikt hij maar 5% van om licht te geven. En die andere 95% geeft hij. Geeft die warmte vandaar dat ze ontzettend handige straalkacheltjes ook zijn in de, in de winter. Niet duurzaam dus. Niet duurzaam omdat ze maar duizend branduren hadden. Maar ook niet duurzaam omdat het enorme energieverspillers zijn. Of je moet zeggen, nou, ik vind het wel leuk dat het met een beetje licht, dat er ook bijverwarming aan bijgeleverd wordt. Maar. Dus, nou ja, op een goed moment is een andere lichtbron ontdekt. Dat is dus de diode. Ja. Als je daar doorheen, hoe heet het, stroom doorheen laat lopen. Ja, wat is een diode? Dat is geloof ik een soort, soort, een soort schakelaadje. Je kunt de stroom wel de ene kant op doorheen laten lopen, maar niet de andere kant op. Vraag me niet hoe het in elkaar zit, want ik ben niet technisch genoeg om dat allemaal fijn uit te leggen. En aanvankelijk, dat is LED-licht. Light Emitting Diode. He, dat, dat is vandaar de afkorting LED. Aanvankelijk konden we daar alleen van die rode cijfertjes mee maken of, of een waarschuwingslichtje, dat soort van dingen. Maar mensen begrepen toch wel dat we dat moesten ontwikkelen en geleidelijk aan hebben we dat gedaan en vanaf de late jaren negentig kon we eigenlijk met ledlicht alles. En je kon het geel maken en groen en rood. Vaak heb je van die verlichte gebouwen waar je ook weet, je kunt aan een knopje draaien en dan verandert de, verandert de aard van het licht in feite. Uh. De, de, de LED, het LED-licht heeft enorme voordelen. Het gebruikt maar 50% van de elektriciteit om hitte op te wekken. Een LED-lamp moet wel gekoeld worden, want als die te warm zou worden, dan neemt in feite de effectiviteit, de lichtopwekking, die neemt af. Maar hij is ontzettend veel zuiniger met die elektriciteit dan een normale gloeilamp. En hoe wordt die gekoeld dan? Ik weet niet precies hoe ze dat doen. Daar zit volgens mij een soort... Een soort metalen koellichaam in, als ik het dan maar goed begrepen heb. Uh, de ledlamp heeft nog een ander gigantisch voordeel, dat die namelijk. Uh, nou, je hebt er bij die matige aantal. Maar je hebt er bij die 40.000 branduren hebben. En naarmate ze beter worden, is, is dat toegenomen. Ik geloof dat, dat men denkt. allermaximaal van 50.000 branduren. Dus dat is 50 keer zoveel. als de klassieke gloeilamp. Nu begrijp je ook. Waarom de EU zei, ja wacht nou eens even, die ouderwetse gloeilamp is dermate ongelooflijk inefficiënt. Die, moet, die gaan we verbieden en dan op die manier, niet waar stimuleren we de ledverlichting. denk ook bij automobielen is het ook zo gegaan, hè, dat we diverse stadia van moderne verlichting hebben. Ik weet wel, nog twintig jaar geleden hadden wij een auto nou eh, van verlichting. Het was eigenlijk nauwelijks sprake, ik heb was gezegd, volgens mij zaten er bij ons twee vaccinelichtjes in. Veel meer was het niet. En tegenwoordig genereer je met je auto een immense lichtzee. Want dat zitten. Er zitten aan beide kanten, in mijn geval althans drie ledlampen als ik het allemaal goed gezien heb. Dus ja, de ledlamp wint op alle fronten, zoals gezegd. Al jouw lampjes hier in die auto. Dat is allemaal ledlicht. En ik denk dat de meeste mensen al lang zover zijn. Het is voor jouzelf ook een groot voordeel. Want je gebruikt dus veel minder. Air. Elektriciteit. Nu is het zo dat de lichtopwekking. dat is in slechts 12% van de totale elektriciteitsopwekking. Dus het is een vrij klein deel. Maar goed, als je daar toch de zaken. zou kunnen halveren of meer. laat staan nog het aantal branduren. dan moet je dus zeggen. dan is dit wel een hele. leuke technologische ontwikkeling. Maar. zonder de gloeilamp. zou die hele elektrificatie. Van onze samenleving waarschijnlijk toch aanzienlijk langzamer zijn verlopen. En bovendien was de verlichting voordat de ledlamp kwam vaak gasverlichting. Ja, je moet maar eens kijken hoeveel schouwburgers er zijn afgefikt in de 19e eeuw. Hoeveel huizen dan zijn afgefikt. Omdat je wel gasverlichting. heb je dus een gasmuntje, dat moet je aansteken. en dan heb je dus de bekende gaslamp. dat is niet best. He, dat is echt een bron van narigheid. Dan had je natuurlijk nog de petroleumlamp. God ja, petroleumlamp. Mijn moeder had nog een petroleumstelletje. Dat is maar weer wat anders. Daar kon je dingen langdurig op warm houden. Maar had ook petroleumlampen. Vandaar dat men, vandaar de uitdrukking hangt bij u de lamp scheef. Want als het bijna op was, dan kon je hem scheef hangen. Dan kwam er nog. En waarom moest je hem dan scheef hangen? Omdat je geen geld had om een volledig nieuwe lading petroleum te kopen. Dus. De, als iemand tegen jou zegt, hang bij de lamp, schreef, dan bedoelt hij eigenlijk, eh, ben je slecht bij kas. Ja, ja, moet je bezuinigen. Leuke uitdrukking waarvan je nu al zeker weet dat die totaal zal verdwijnen. Ik heb hem ook al, ik denk 40, 50 jaar niet meer gehoord, <laughs> dat moet ik er wel bij zeggen. Ja, maar de gloeilamp is toch een, een, een essentieel onderdeel geweest van die immense revolutie die de 19e eeuw veroorzaakt heeft op technisch gebied. Wordt die nog ergens gebruikt? Buiten, buiten Europa? Ik denk het wel. Want er moeten. Ik, ja, ik denk wat er nog clandestine voorraden zijn. Wie zal het zeggen? Ik weet, ik weet niet of ze goedkoper zijn. dat, 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 zie, dat zie je aan dat ik heb helemaal geen prijsbewustzijn zijn. Dus ik, ik zou niet weten of ledlampen duurder zijn dan gloeilampen. Ja of nee? Ik vermoed wel. Omdat. Ik, ik neem aan dat je ook thuis ledlampen hebt. En ja, gaan zien dat ze. Je ziet het zit vrij complex in elkaar toch, zo'n led lamp ja, ja, met, van die, van die, met van die leuke piletjes eraan en zo die het ja. licht veroorzaken. Je kon bij de gloeidraad nog wel zien, dat was redelijk basic. Ja, dat is namelijk een gloeidraadje. Ja. Dat is, en daar gaat stroom doorheen, dat is alles. En als je heel veel stroom doorheen Dan gaan, we wordt het heel... Geeft hij veel licht. Ja, maar goed, dat is bij de ledlamp ook zo. Ja. Nou, er al wel ergens in het museum zijn opgenomen, zo'n gloeilamp? Dat moet Zonder twijfel is er een gloeilampenmuseum. Vooral omdat natuurlijk ook, ook daar is een geschiedenis aan verbonden. En, nou, met name die gloeidraad, daar zijn allerlei experimenten mee gehouden. Misschien dat Philips nog, nog. Ik ja, begrijp nu ook een beetje naar dit verhaal waarom Philips uit de lampen is gestapt. Want ja, de kans dat daar dik aan verdiend kan worden zoals vroeger, die is een stuk minder geworden. Terwijl natuurlijk de mogelijkheid om te verdienen met medische apparatuur is min of meer ongelimiteerd. Hm. Welke rol heeft Philips nog gespeeld in, die, in de hoogtijdagen van de gloeilamp? Nou, niet in de uitvinding, maar wel in de productie. Ik geloof dat uh, Philips in de jaren negentig begonnen is met de productie van gloeilampen van de 19e ja. eeuw. Want Eindhoven werd lichtstad nog steeds ja, genoemd. Ja, hè? zeker, zeker. Nou, nog steeds. dat. Weet ja, ja, ze niet. hebben nog een lichtfestival ook ieder jaar. Ja? Ja. De... Oh. Gebruiken ze nog steeds die naam in de marketing? Oh, nou ja, dat God, ik wens ik mensen al het beste toe. Het klinkt een beetje ouderwets eigenlijk, gek genoeg. Lichtstad? Uh, ja. Ja. ja, Philips is, uh, nou ja, hoorde tot de grotere wereldwijde producenten van licht. En heeft natuurlijk weer allerlei andere bedrijven opgekocht en zo. Uh, en is nu nou helemaal uitgestampt. Ja, ze maken nu wel nog tandenborstels. Hè? Dus ze doen inderdaad die medische apparaten. Die nu ja, daar zit gaat. nog geen lampje in, of wel? Nee, er zit, nou ja, een klein lampje als die je oplaadt. Ja? Oh, oké. Okay. Maar dat is, is natuurlijk ook wel maar Ja, ik heb geen elektrische tandenborstel. Doe je nog met de hand gewoon? Uh... Nee, ik heb een fantastisch soort van borsteltje. Ja, dat is mij aanbevolen door de tandarts. En maar daar moet je wel op een knop dat drukken? Dat, nee, dan hoef je niet, op helemaal niks. Je moet handvaardig zijn en een, en een gevoel voor de fijne motoriek. Oh. Het is, het is een, een staafje, zou ik maar zeggen, een handvaartje. En 90 graden daarop staat een heel fijn, klein borsteltje. En dat is bedoeld om tussen de elementen goed schoon te kunnen maken, want daar draait het om. Nou, we zeggen de voorkant en zo. En, en wat, je, wat je ziet, is, houdt grotendeels zichzelf schoon, maar tussen de elementen, dat moet je met dat speciale borsteltje. Misschien heb je zo'n zo dingetje, zo'n klein dun dingetje. Ja, elke avond sta ik daar te pielen met dat borsteltje. Ja. En dan breekt het weer af en dan moet je weer een nieuwe pakken. Nou, precies. Dat is, het is, ik verslij nogal wat van die borsteltjes, ja. Maar je hebt dan toch. Dan had het, ik er een gigantisch pakket van aangeschaft. Dus. Ja. Maar dan heb je daarnaast toch ook nog wel een normale borstel. Jawel, ik poets, als ik dit, al dit werk met de fijne motoriek achter de rug ja. heb, dan poets ik met een normale borstel. Ja. Overigens, mensen die dit luisteren en die denken waarom zitten ze over gloeilampen te lullen terwijl de wereld in brand staat, dan is dit omdat het eerder is opgenomen. Ja, nou ja, we hebben een zeer uitgebreid aan de wereldbrand aandacht besteed. Ja, kom in dan de eerste moeten mensen. Moet drie kwartier zestig minuten van, dit, uh, van deze podcast. Ja, precies. Maar er zijn altijd mensen die dan zeggen. Ja, waarom, uh, waarom zit. Dat was de vorige keer ook. Toen ging het over de, 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 de laadpalen. De gele. Nee, niet de laadpalen. De gele awb palen langs ah, de weg. Ja, nou, ik zou zeggen. Luister nu. Uh, Zet het even terug, u kunt ja. luisteren naar het eerste uur ja. en u wordt nauwkeurig geïnformeerd over die zaken die u kennelijk wel belangrijk vindt. Precies, en er zijn altijd nog, uh, uh, als, als je nog zaken hebt uh, uh, die vergeten zijn, want dit is ook weer zo'n vergeten voorwerp, dan kun je het laten weten. Iemand zei nog van een apparaat waar je aan moet draaien en daar kun je dan bonen mee snijden, dat, dat is ook helemaal vergeten. Het snijbonenapparaat. Snijbonen, wel... ja zeker, dat is een Ja. Ja, mijn grootmoeder had een snijbolenmonetje en, en ik vond het als kind geweldig. En dan moesten ze er bovenin stoppen en dan moest je met dat, met dat wieltje draaien en dan kwamen er zulke stukjes kwamen eruit. Ja, maar het bestaat niet meer, al wat dan zo. Ja, dat bestaat nog wel hoor. Ja, maar ja voor liefhebbers, die kunnen nog uh, zonder enig probleem hun vingers in een snijbolenmonnetje steken. Maar het is wel een vergeten voorwerp toch? Een beetje wel, ik heb nog altijd nog een, een, een vergeten voorwerp in gedachten. Namelijk de optische telegraaf. Dat ze die doen de volgende keer. Okay. De optische telegraaf. Ja. Hartstikke interessant eigenlijk. Nog even een vraag over de Concorde en die knal. Daar kwamen ook nog wat reacties over binnen. Uh, we hebben een mooi verhaal van een mevrouw die in een bootje zat en die hoorde die knallen. Maar het is dus zo dat die, die hoorde die knal niet één keer, maar meerdere keren begreep ik van deskundigen. Want hij verplaatst Ik zich heb natuurlijk... die knal nooit gehoord. Omdat ik te veel binnenslands heb, heb gewoond, omdat ze hadden ook afgesproken. Dat ze zouden pas knallen, daar is de DHL, ja. speciaal voor de afluisterij. Eh, ze hadden afgesproken dat de Concorde pas door de geluidsbarrière ging als die boven zee kwam. Hmm. Dat is ook een van dat die beperkt bruikbaar was, omdat die boven land wel heel erg knallen veroorzaakte. Okay. Maar de, de, iemand heeft geschreven: je hoorde dus vaar, niet één keer een knal, maar steeds. Ja, dat zou best kunnen. Dat, dat is ja. misschien ook een natuurkundig fenomeen, dat weet ik simpelweg niet. Oké. Okay. En tot zover de podcast over de gloeilamp. Als je meer wil weten over de oorlog in Oekraïne, luister dan ook naar ons luisterboek over kernwapens. Je vindt het via het linkje in de beschrijving bij deze podcast. Ja, dat klinkt hier nogal indrukwekkend.